Vanavond ben ik te gast bij Hendrik de Leeuw. Iedereen kent Hendrik vanwege zijn vele vrijwilligerswerk voor de gereformeerde kerk. Met name de jeugd doet hem heel veel om daarvoor bezig te zijn. Daar haalt hij veel plezier uit. Een poosje geleden is Hendrik verhuisd vanuit de nieuwbouw naar de boerderij, zijn geboortegrond. Wij dachten allemaal, Hendrik wordt boer. Hendrik, word je ook boer? Nou, nu nog even niet. Ik ben er natuurlijk mee bezig om naar te kijken, maar het is nu ook vooral veel, ook mijn vader gewoon helpen. Ik ben graag op de boerderij en het is hier natuurlijk prachtig wonen. Ja, dat geloof ik graag. Je hebt ruimte, heel veel om je heen. Voor je kinderen moet het een soort paradijs zijn, hoe toepasselijk. En ik denk dat hier vriendjes en vriendinnetjes heel graag komen spelen. Ja, zeker. En de kinderen zelf spelen natuurlijk ook lekker, hè? Tafel tijdens trampoline springen, ja, een zandbak, dat gaat prima. Nou, dat is fijn om te horen dat jullie het hier heel erg goed naar je zin hebben. Naast je vele vrijwilligerswerk en het mini-boer zijn, heb je ook nog gewoon een baan. Kun je daar iets over vertellen? Jazeker, ik geef wiskunde en natuurkunde op de middelbare school. Dat geef ik aan VWO-leerlingen en HAVO-leerlingen tot en met examenklas. En daar probeer ik ze het een en ander te leren. Ik heb begrepen dat je door je werk ook een mooie deal wilt maken voor Water for Life. Kun je iets vertellen over die deal? Jazeker. Water for Life gaat natuurlijk om kinderen in de arme landen, om die hulp te bieden om naar school te gaan. Ik dacht, ja, wat is nou echt mooier? Ja, iedereen mag hier al naar school, maar toch zijn er wel eens leerlingen waarbij het net niet helemaal lekker loopt. En dan is het wel fijn als iemand je helpt. Dus ik dacht, ik bied gewoon een hulples aan. Jij gaat een les aanbieden aan allerlei leerlingen, jongens en meisjes, niveau maakt eigenlijk ook niet uit. En die kunnen bij jou een bijles wiskunde of natuurkunde, ja. Of natuurkunde krijgen. Ja. Het geld wat je daarmee tussen aanhalingstekens verdient, schenk je aan Water for Life. Klopt. Welk bedrag denk je aan? Nou ja, kijk, ik zet geen minimumbedrag neer. Ouders of leerlingen zelf kunnen natuurlijk intekenen. Ze mogen ook intekenen als groep. Het hoogste bedrag, dat wint natuurlijk. Oké, dat is heel leuk. Daar hebben we het hele seizoen de tijd voor om deze deal onder de aandacht te brengen van onze leden van de kerk en degene die daarvan horen. Wat spreekt jou zo aan in dit project Water for Life? Nou, Water for Life geeft echt een kans aan de kansarme kinderen eigenlijk in Afrika onder andere. Het zorgt ervoor dat ze naar school kunnen gaan en daar kunnen leren. En dat is de manier waarop ook zij vooruit kunnen komen. Hoe mooier is het dan daar aan mee te werken? Nou, goed om te horen dat je het project Water for Life van harte gaat ondersteunen. En tenslotte heb ik nog een vraagje. Heb jij ook nog een tip voor de organisatie of een tip voor onze kerk in het algemeen? Nou kijk, dit project laat me volgens mij heel duidelijk zien. Kijk ook naar buiten. Voor mij mogen ook mensen die niet in de kerk zitten, mogen ook die hulples aanvragen. Laat ze ook eens even zien wat wij allemaal doen. En ze zijn natuurlijk ook van harte in onze kerk welkom. Nou Hendrik, dat is een duidelijke en heldere boodschap. Dank voor dit interviewtje. En ik hoop dat je een aantal leerlingen over de stoep krijgt die bij jou bijles komen nemen. Dankjewel.